kale vlakte. Hier was het kamp. Hier stonden al die barakken, waarvan daar rechts nog een exemplaar over is, maar die stonden hier allemaal. En van hier liepen ze dus die weg aan naar de, waar ze moesten werken. En een van die mensen was haar vader Jonas Turksma, de middelste man op deze foto. Hij werkte een half jaar in kamp Krembong. De heide ontginnen en dus afgraven en dat was bedoeld voor akkerbouw. Maar hij heeft ook bij de FAM en dat was dus echt de vuilverbranding. En het was heel zwaar werk wat ze daar moesten doen. En zo. Naast Krembong telde Drenthe nog 13 Joodse werkkampen. Die werden van januari tot oktober 1942 gebruikt. Duizenden mannen werden van hun familie gescheiden en uiteindelijk vanuit hier naar Westerbork gebracht. Over de werkkampen is weinig bekend en daarom schreef Janne Eimker er een roman over. Het is fictief, maar gebaseerd op historische feiten en verhalen uit Tiendeveen. Wat ook waar is, is dat er langs de weg hier van dit kamp naar Wijster, naar de vuilverbranding, een kleine groep Joodse mannen elke dag heen en weer liep. En dat op een gegeven moment toen bleek dat zij te weinig te eten kregen in het kamp, dat zij van boeren uit deze omgeving een pannetje met eten kregen, dat ze achter de heg ophaten. Ook de vader van Leon Tokkie zat in kamp Krembong. David Tokkie ontsnapte in juli 1942 met 40 anderen de nacht voordat het transport naar kamp Westerbork vertrok. En Tokkie is blij met de roman over de werkkampen. Dat is belangrijk, omdat dit deel van de Jodenvervolging is onderbelicht. En iedereen die er iets over schrijft en dat andere mensen daar wat van weten, dat is belangrijk voor het nageslacht en zeker voor de jeugd. En daarom legden leerlingen van OBS Tiendeveen vandaag samen met de nabestaanden bloemen bij het monument in Tiendeveen. Om zo de herinnering aan kamp Krembong levend te houden.